The police are after you. Now get out of here. Welkom op mijn kanaal, mijn naam is Blue Freak. En wat gaan we doen? We gaan een adversary outfit gaan we saven. Allereerst moeten we een playlist maken. En een playlist van een race. Oké, dan gaan we naar online. En wat we doen is playlist indrukken. My playlist. En dan, moeten we dus een playlist creëren. En wat creëren we? We creëren een race. Dus we moeten naar add race, hier zo, add race. En als we die hebben, dan gaan we naar criminal records. Criminal records. Nou, als we daarheen gaan, dan gaan we erop staan. Die klikken we aan, criminal records. En als we die aan hebben geklikt, dan gaan we eventjes één terug. Dus je drukt op een rondje, dan ga je eentje terug. En dan kun je dus deze saven. Het staat onderaan, save playlist. Nou, die klik je aan, dan save je dus de playlist. En dat is heel belangrijk. Oké, want die hebben we zo direct nodig. Dan hebben we die criminal records hebben we gesaved. Dan gaan we even kijken of dat zo is. Nou, inderdaad, hij is gewoon gesaved. Hij staat er. En die hebben we dus gedaan. Wat krijgen we dan? We krijgen een soort melding, die hebben we zo direct nodig. En dat staat in je hoofdmenu. Oké, we gaan naar online. En we doen My Playlist. En wat doen we dan? We doen die Criminal Records. En die gaan we starten. Ja, die gaan we gewoon starten. Nou, dan kom je dus in die Criminal Records race kom je te zitten. En die moeten we even gaan rijden. Dus je doet de race type doe je gewoon standaard. Number of laps zet je op 1. Dat is heel belangrijk. Number of laps op 1 zetten. Vervolgens kunnen we even kijken deze race gewoon eigenlijk opstarten. En je kan hem gewoon in je eentje rijden. Dat is gewoon, je moet hem even rijden zodat hij gesaved is. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dit is een leuke glitch. Dit is echt een leuke glitch, want we kunnen alle kleuren kunnen we van die helmen en zo, die kunnen we saven. En dan moet je alleen of één vriend voor hebben. Dan kun je oranje en paars saven. En anders, als je 2 of 3 vrienden hebt, dan kun je zelfs groen en roze ook nog zeven. Dus dat is echt wel leuk. Oké, nou, we gaan even deze, we invite niemand. We doen hem gewoon helemaal alleen. Gewoon, confirmen, maakt niet uit welke auto. En ready to play. Ja, dan moeten we deze race even rijden. Ja, natuurlijk even versneld. Even een speedy up. Nou, als we deze race hebben gereden. Nou, dan krijgen we dus dat we eruit gaan. En als we deze eruit gaan, dan krijgen we winnaar. Nou, hartstikke mooi. En als we dit hebben gehad, dan komen we eruit. En dan gaan we weer loaden. En dan komen we weer in een, gewoon in een online sessie. Dan doe je dubbel tap PlayStation. Of je doet enkel tap PlayStation button. Sorry, enkel tap PlayStation button. Dan kom je in dit beeld. Nou, wat doe je? Je gaat naar beneden drukken met je D-pad, dan kom je hier al terecht en dan moet je op activities moet je klikken. En wat je dan krijgt is de activity dat je die playlist hebt gemaakt. Nou, die is belangrijk, daar ga je op klikken en dan krijg je join playlist. Daar moet je op gaan staan en dan doe je weer dubbel tap PlayStation button. En als je dat hebt gedaan, dan kom je dus weer hier gewoon online. Nou, dan doe je online, dan doe je opties en dan ga je je matchmaking op close zetten. Dat is heel belangrijk. Als dat allemaal goed staat, dat is prima. En wat we dan doen is, we gaan hieruit. Dan gaan we weer in opties knop indrukken. Dan doen we online, dan doen we jobs, play job. En dan doen we Rockstar Created. En dan gaan we naar advisory mode. En als we naar advisory mode gaan, dan gaan we naar, even kijken, waar zit die? De collection time.
En de collection time 1 moet je dan inklikken. Nou, die collection time 1 die start je en dan nodig je een vriend uit. Of meerdere vrienden. Hè? Dus het legt eraan, als je een andere kleur wil kiezen, dan kun je meerdere vrienden kiezen. Dan kun je tussen 4 kleuren kiezen of tussen 3 kleuren. Dat legt eraan hoeveel vrienden je uitnodigt. Oké. Wat je dan doet is, je gaat deze opstarten samen met je vriend. En op het moment dat je bent opgestart, dan doe je eigenlijk deze collectie. Doe je. Dat is eigenlijk heel simpel. Je loopt naar je vriend toe en die schiet je neer. Ja. En dan pak je dat koffertje, of dat, ik denk een geldzak of zo. Ja, geldzak. Er komt een geldzak, die valt op de grond. En die moet je collecten, dus die pak je. Nou, we rennen even naar die vriend toe. En als we bij die vriend zijn aangekomen, dan is het heel simpel. Ja, het enige wat is dat jij kan op dit moment dan deze outfit saven. Je vriend op dit moment niet. Maar straks doe je het gewoon weer samen andersom. Dan start hij het op en dan doet hij weer hetzelfde. En dan schiet hij jou neer. En dan vervolgens kan hij ook weer diezelfde stappen doen die jij zo direct gaat doen. Om dus die outfit te saven. Oké, nou, je gaat hier op het dak staan en je wacht even, want de tijd gaat nu veel sneller, hè? Je ziet het is iets van 20 seconden of zo. En als die tijd voorbij is, krijg je een sirene. En als die sirene af is gelopen, ja, dan is het eigenlijk klaar. En dan heb je deze missie heb je dan gedaan, zeg maar. Nou, dan krijg je dus de beeld dat je de winnaar bent. Nou, dat is heel belangrijk, want je moet wel de winnaar zijn, anders dan gaat deze glitch niet voor jou lukken. Oké, nou, dan komen we in het volgende beeld. Dat is dat je deze missie moet liken. Nou, je moet allebei deze missie liken. Dus je drukt allebei op liken, of allemaal, hè. Dan gaat degene die hem wil saven, die gaat op replay staan en de rest op iets anders. En dan klik je allemaal tegelijk, klik je dus op kruisje. Dan verdwijnt rechts onderin, verdwijnt het cijfertje. Dan doe je dubbelklik PlayStation button en dan krijg je deze. En dan doe je meteen kruisje. En dat doe je 3 keer achter elkaar. Dus dubbelklik PlayStation button, kruisje. Dubbelklik PlayStation button, kruisje. Dubbelklik PlayStation button, kruisje. Dan kom je hier naar beneden online en dan verdwijnt je poppetje en je krijgt deze melding. Dan druk je op rondje. Als je op rondje drukt, dan kom je dus in dit beeld dat je weer weg bent. Dan open je je optiesmenu, je gaat naar online en je gaat naar Criminal Enterprise Starter Pack. Die klik je aan, dan ga je in en dan ga je meteen weer uit. Dan ben je dus weer in beeld. Dan klik je dus gelijk je interactiemenu open. Dan ga je naar stijl, accessoires en dan doe je bril op. En even wat handschoenen bijvoorbeeld. Doe dat ook maar even. Even wat handschoenen. Het is best wel makkelijk. Dan saved eigenlijk je outfitje. Oké, dan klik je hier weer uit. Dan ga je weer je optiesknop indrukken. En dan ga je naar online. En dan zeg je find new session. Ja, en dan klik je op find new session. Nou, en als je dan weer terugkomt in een nieuwe sessie. Dan heb je dus de outfit aan. En kun je hem saven in een winkel. Dus je gaat naar een winkel en je saved de outfit. En dan ben je klaar. En dan doe je eigenlijk hetzelfde riedeltje voor je vriend. Dan doet hij deze hele setup ook. En dan heeft hij het ook. Of je vrienden. Of hoeveel kleuren je ook wil. En vrienden. Nou, dat was hem. Ik zou zeggen, Blubber Freak out. Home your skills. Put what you in the danger room.